Robert Geesink, ja, het handtekeningen uitdelen is begonnen. Hoeveel heb je er vandaag al uitgedeeld? Ja, de afgelopen week, ik heb het tel niet bijgehouden, maar ontzettend veel. Er komt heel veel publiek op deze criteriums af en voor ons natuurlijk hartstikke leuk. Ja, je was de grote publiekstrekker, wat moet je dan allemaal doen? Nou ja, we moeten vooral heel hard fietsen en dat hebben we vandaag weer gedaan. En uiteindelijk gaan we nu dit soort dingen nog even doen en dan gaan we weer huiswaarts. Jouw naam gaat voortaan hier prijken op de winnaarslijst, want je wint vandaag. Was het moeilijk om Maaskant en Moerhout achter je te houden? Nou ja, ik had het geluk natuurlijk met Koos dat we met z'n tweeën zaten en we konden elkaar goed bijstaan. En dat scheelt natuurlijk een stuk en we hebben het goed uit kunnen spelen, dus dat is fijn. Maar het zijn altijd lastige rondjes, zeker zo na een tour van 3 weken is het altijd eventjes, zeker aan het begin doet het even weer pijn. Nu stopt Koos Moerhout, hij staat hier naast je. Wat voor een man is Koos Moerhout? Hoe zou je hem herinneren? Dank aan Koos Moerhout. Koos is altijd heel belangrijk geweest in onze ploeg. Hij is iemand die zich zeker de laatste jaren natuurlijk voor de kopman heeft weggecijferd. En dat zijn mannen die heel belangrijk zijn in de ploeg. Daar kun je op bouwen en daar kun je op vertrouwen. Koos is daarnaast ook nog een hele goede vent. Ik heb een grote ronde bij hem op de kamer gelegen. Dus daar leer je elkaar goed kennen. En het is echt een hele goede gast om mee om te gaan. En ik ben blij dat hij nog bij onze ploeg aan het werk blijft. Zeg maar. Ik vind het wel jammer dat hij stopt, want volgens mij kan hij nog mee. Hè? Als we zo de laatste tour zagen, laatste tijdrit, vandaag weer. Ja. Ik ga nog proberen om hem de komende maanden nog te overtuigen om nog eens een jaartje aan te knopen. Maar het is zijn keuze en dan moet hij helemaal zelf weten. Wat gebeurde er altijd op de kamer tussen jullie twee? Ja, niet zoveel, maar kijk, zo'n grote ronde zit redelijk vol. Maar ja, uiteindelijk, ja, je ligt toch met twee mannen op één kamer. Dus ja, je leert elkaar goed kennen en je moet wel goed met elkaar op kunnen schieten. Dankjewel.